Welkom bij Vlogmas dag 16. Het is vandaag woensdag 16 december en het is bijna 9:15 in de ochtend. Ik ben om 8:00 opgestaan. Ik moet vandaag van 10 tot 6:00 werken. Ik ben ook al mijn Vlogmas 15 aan het uploaden. Binnen 12 minuten staat die online. Dan moet ik enkel nog de thumbnail maken, maar dat is wel snel gedaan. Dus dat. Ik heb me ook alvast aangekleed. Ik heb een zwart hemdje aan van de Zara en een grijze broek van de Only. Ik heb mijn sieraden al aan. En ik heb gisteren dus ook, zoals ik al zei, nog mijn nagels gedaan. Ik heb ze dus allemaal kort gedaan en in een mooie nude kleur gelakt. Als je het wilt focussen. Ongeveer. In ieder geval, die zijn ook weer mooi. En ik ga al direct met de adventskalenders beginnen. Ik doe dat het liefste in het begin van de vlog, dan vergeet ik dat ook niet. Ik ga beginnen met die van Essence. Nummertje 16 alweer. De dagen gaan echt snel. Ik vind altijd als ik vlog moet doen, dat de maand nog sneller omgaat. Dus ik vraag me af, als ik het hele jaar zou vloggen, iedere dag, of het jaar dan ook heel snel gaat. Want dat vond ik nu ook wel. Vakje 16 zit hier beneden. Eens kijken wat erin zit. Het gaat er weer heel lastig uit. Dit is het ene wenkbrauwpoedertje wat jaren mijn favoriet geweest is. Wat ik echt heel veel gebruikt heb. Maar dit is denk ik de donkere kleur. Het is nu wel ook anders afgewerkt met kerstdingetjes. Nee, het is denk ik toch die wat ik altijd gebruikt heb. Dit is de kleur die ik altijd voor mijn wenkbrauwen gebruik. Dus ik ben hier super blij mee. Mijn is echt al heel erg lang op. En ik ga gewoon nu door mijn wenkbrauwproducten heen wat ik nog heb. Maar ja, wel heel fijn dat ik nu ook weer deze heb. Want die heb ik altijd heel fijn gevonden. Het is gewoon een poeder voor de wenkbrauw. Ziet er natuurlijk uit. Dus hier ben ik echt heel blij mee met vakje nummer 16. En dan ga ik ook alvast deze openen. Die zit hier. En dat is natuurlijk een eitje. Ik ga dadelijk mijn haar stijlen. Ik heb ze gisteren gewassen en gewoon aan de lucht laten drogen. Zodat ik ze niet hoefde droog te feunen. Dan vallen ze ook wat mooier. Dus dit is gewoon natural hair. Dat is, ja, wat is het? Een golf hier. De rest is een beetje stijl. Dus dat is de reden waarom ik ze ook stijl. Omdat dat gewoon mooier zit. Ik ben benieuwd vandaag op het werk of het druk wordt. Ik hoop van wel, want dat is alleen maar leuk. Zo. Dan mag ik mijn make-up doen. En mijn haar. En dan ben ik klaar. Ik ga nu mijn make-up doen en het zit dus nu terug in dit bakje van de Action. Dat heb ik echt al super lang, maar ik had nog eens zin in wat afwisseling. Mijn vlog is geüpload. En ik heb gisteren trouwens ook een parfum opgemaakt, de Daisy Dreamer van Marc Jacobs. En ik ga vandaag Perfect van Marc Jacobs aan doen, een miniatuurflesje. Maar ik ga eerst dus mijn make-up doen. Mijn haar heb ik ook net gedaan.
stunt voor mij. Ik wou dit flesje open doen en ik trok heel hard aan de dop. En heel veel parfum over mijn bureau gesprenkeld. Dus dat heb ik eventjes afgeveegd. Maar ik ga hem dus even... Nu weet ik niet wat voor dop dit is. Is het nu echt gewoon... Ik denk dat het echt om te schudden is. Kijk. Dat is toch super onhandig. Maar hier lijkt het wel alsof er een sprayflacon aan zit. Maar dit gaat toch er niet af. Dus ik denk dat het om te schudden is. Maar dat vind ik zo onhandig. Ja, want dit krijg ik er niet af. Zo moet ik het schudden. Ja, dat vind ik echt super onhandig. Dus ik denk dat ik voor vandaag eventjes een andere parfum ga uitkiezen. Ik ga vandaag voor een Mademoiselle van Azzaro. Die ga ik opdoen. Dit is gewoon een spuitflaconnetje, dus dat is wat makkelijker. En straks eens even op mijn gemak kijken of die dop echt niet op een of andere manier wel gewoon opgaat. Het is nu bijna 9:30, dus binnen 10 minuutjes vertrek ik naar het werk. En dan zie ik jullie straks. Amai, ik heb mijn krabber echt op tijd gekocht. Ik heb mijn hele ruiten moeten krabben. Het was helemaal bevroren. Ik heb net ook even de verwarming op het hoogst gezet. Dat de wasem ook weggaat. Dus ik ben heel blij dat ik mijn krabber gisteren ben gaan halen. En ik was ook speciaal 5 minuutjes eerder al naar de auto gaan om te kijken of die bevroren was. Mijn deuren waren vastgevroren. Die kreeg ik niet open, maar die zijn ook open gegaan. En nu binnen een minuutje kan ik vertrekken. Dus maar goed dat ik op tijd al naar de auto was gegaan. Want anders was ik te laat op werk geweest. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja, mijn ruiten zijn goed nu. En dan ga ik nu vertrekken naar het werk. Van 10 tot 6. En dan zie ik jullie strakjes. Ik ben ondertussen terug thuis van het werk. Het was ontzettend druk op het werk, maar wel echt heel erg leuk. En hier staan 2 pakketjes voor mij. Eentje kan ik niet unboxen, want dat is nog een kerstcadeautje. Dus die kan ik niet laten zien. Maar de andere bestelling zijn mijn kapstokken. Hele grote doos. Het was van bol.com. Maar het ding was, je moest ze voor 50 stuks bestellen. Dus nu heb ik 50 kapstokken, wat echt ontzettend veel is. Maar ja, dan heb ik er wel genoeg voor een hele tijd. En als mijn zus of mama eens kapstokken nodig hebben, dan kunnen ze bij mij terecht. Ik heb nu echt genoeg kapstokken voor een heel leger. Ja! Dat zijn ze. Oh, dat zijn er echt veel. Oeh. Dit is pakje nummer 1. En pakje nummer 2. Ik ga ze even open doen. Zo zien ze er dus uit. Dat zijn zo van die velvet kapstokken zoals ik zei. En dat is gewoon super handig omdat daar dus je kleding niet van afglijdt. Soms heb ik gladde hemdjes of dergelijke en bij gewone kapstokken vliegt het er altijd af. Ik zie wel één ander verschilletje is dat hier nog een extra haakje is om zeg maar een broekspijp of iets in te doen. Als je je broeken ophangt of een lange jurk kan je hier ook doordoen. En bij die van de Action wat ik altijd had was dat zonder dat. Maar dat maakt totaal niet uit. Voor de rest zijn ze gewoon exact hetzelfde. En ik vind dat heel mooi als gewoon allemaal dezelfde kapstokken en dezelfde maatkapstokken in mijn kast hangen. Dus ik ga voor nu eventjes kijken wat nog niet op één kapstok hangt. En dan ga ik dat even verder indelen. Voor dit is het trouwens al super handig. Dit zwarte jurkje van Naked heeft zo een lintje rond je taille. En als dat zo hangt, dan hangt dat eigenlijk zeg maar tegen al die stapels aan. Dus dat is nu super handig dat ik dat hier over kan hangen. Dus dat is echt handig dat die kapstokken dat hebben. En dan hangt nu alles netjes op één kapstok. Helemaal georganiseerd, helemaal blij.
heb net nog eventjes een cadeautje ingepakt. Dat kon ik wel vloggen, want het was niet een cadeautje voor mij. Het was iets wat mijn zus aan iemand ging geven. Dus ik mocht dat eventjes inpakken. Dus dat heb ik even gevlogd. En het leek me wel leuk om de vlog al een beetje op te vullen met al wat Q&A-vragen van jullie te beantwoorden. Jullie hadden op mijn What a Beauty Instagram vragen gestuurd en ook toen onder Vlogmas 8 nog vragen gecomment. Jullie mogen nog steeds vragen insturen als je er hebt. Want er gaan ook binnenkort dagen zijn dat ik ook van 10 tot 6 moet werken. Ook van 9 tot 6. En dan kan ik gewoon niet zoveel vloggen. En dan is het wel leuk als ik het wat kan opvullen met wat leuke vragen van jullie. Dus dat ga ik nu bij deze ook doen. Iemand had gevraagd, ben je helemaal klaar met school? Ja, ik ben volledig klaar met school. Ik ben 20, voor degenen die het niet weten. Ik heb niet verder gestudeerd aan een hogeschool of aan een universiteit. Ik heb namelijk in het middelbaar een technische richting gevolgd. Namelijk bioesthetiek, of een ander woord ook schoonheidsverzorging. Vanaf het derde middelbaar kon je dat volgen tot het zesde. En dan ben je dus afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. En dan heb je ook je diploma bedrijfsbeheer. Omdat je ook 2 jaar bedrijfsbeheer hebt gekregen. Dus dat is super handig dat je dat ook hebt. Je kan zelfstandig een zaak beginnen. Dus dat is super fijn. En dan heb ik wel nog een jaar extra gedaan. Een avondschool voor make-up artists. Dus daar heb ik ook mijn diploma van. Want dat is eigenlijk echt wel mijn droom. Altijd geweest om zelfstandig make-up artist te worden. Maar ja, zelfstandige, dat word je niet van vandaag op morgen. En ik weet ook niet of ik het ooit echt ga worden. Ik vind het super leuk om met make-up bezig te zijn. Maar ja, het is toch wel een heel wereldje apart. En ja, mijn droom zou dan eigenlijk zijn om voor tv te werken en zo. Maar ja, misschien dat dat wel altijd een droom blijft. Dat weet ik niet. Maar wat ik dan misschien wel wil, is als ik later samen woon met Elvin en als we een eigen huis hebben, om dan een kamertje in te richten voor schoonheidsbehandelingen te doen. Dus gelaatsverzorgingen en misschien ook lichaamsverzorging of zo. Om dat dan een bijberoep te doen, want ik werk dus in de IC Paris. Ik werk daar nu 18 uurtjes en in de toekomst, als het mogelijk is, zou ik daar heel graag meer uren willen. Zelfs fulltime als het zou kunnen. Maar dat valt allemaal af te wachten. Maar dat vind ik super leuk dat ik daar nu werk. Omdat dat ook echt in mijn sector is. Mijn kennis van mijn make-up en mijn verzorging komt daar zeker van pas. Dus dat is super fijn. Maar ik zit dus niet meer op school. Wat is je ultieme carrière-doel? Vraagt iemand. Dat heb ik eigenlijk dus net een beetje gezegd. Ja, eigenlijk dus zelfstandig make-up artist. Maar wat ik nu doe, ja, vind ik echt super leuk. Iemand vraagt, kennen Elvin zijn ouders en jouw ouders elkaar? Ja, tuurlijk. Ik en Elvin zijn in januari 4 jaar samen. Dus natuurlijk kennen onze ouders elkaar. Mama nodigt ze soms hier uit om lekker te eten. Dan kookt mama gezellig voor hun. Nu met corona niet. Maar ja, dat is al natuurlijk wel voorgevallen. Mama gaat regelmatig eens op bezoek. En mama heeft ook een heel goede band met de mama van Elvin. Dus dat is super leuk. Gaat ze gewoon soms eens op koffiebezoek. Dus ja, mijn ouders en Elvin's ouders kennen elkaar zeker weten. Deed je 20 uur rijles en dan nog eens 6 uur extra omdat je 2 keer niet geslaagd was? Ja, dat klopt. Hier in België kan je dus ook 20 uur rijles nemen. Dat heb ik ook gedaan. Omdat je, als je 20 uur hier in België neemt, mag je daarna alleen rijden. Dus dat is super fijn. Kan je heel erg veel oefenen. Ja, en dat was gewoon super chill, omdat ik ook al werkte. En dan is het gewoon handig als je zelf naar je werk mag rijden en niet telkens gebracht moet worden of telkens iemand bij je moet zitten als begeleiding. Dus ik heb inderdaad 20 uur genomen en toen ik 2 keer gezakt was van mijn praktijk, moest ik inderdaad weer 6 uur les nemen. Ik ben namelijk 4 keer moeten gaan voor mijn praktijkexamen. Nu achteraf gezien maakt me dat helemaal niet uit, want ja, je kan zo vaak gaan als je wil en uiteindelijk heb je het. En dan maakt het later echt niet meer uit hoe vaak je geweest bent. Dus ja, ik ben heel blij dat ik mijn rijbewijs uiteindelijk ook behaald heb. Iemand vraagt, willen jij en Elvin kinderen? Zo ja, hoeveel? Ja, ik en Elvin willen heel graag kinderen. Ik wil er graag 2. Elvin wil er graag 3. Dus hoe we daaruit gaan komen, dat zien we dan wel. Want voor wanneer, dat staat echt nog niet op de planning. Ja, Elvin is ook 6 jaar ouder dan mij. Hij is 26, ik ben 20. Dus qua leeftijd zit het ook weer ietsje anders natuurlijk. Ik vind mezelf nog veel te jong voor kinderen. Maar misschien als we allebei 26 zouden zijn, dat we er misschien wel al hadden. Maar we zien al wat de tijd ons brengt. Ik wil eerst ook gewoon een vast contract hebben op mijn werk. Dat ik gewoon financieel stabiel zit. Dat we samen ook een huis hebben. Dat we gewoon ons eigen plekje hebben.
En ik wil ook heel graag trouwen. Dus dat zou ik allemaal nog graag voordat ik een kinderen begin willen. Dus ja, we willen er zeker, maar wanneer? Geen idee. Wat zijn jouw plannen voor kerst en nieuwjaar? Ja, het is nu vandaag woensdag 16 december. En vrijdag de 18e komt de persconferentie weer bij elkaar. Dus geen idee of er nog veranderingen gaan komen qua wat ze gaan zeggen voor kerst. Ik ga het gewoon hier thuis vieren en Elvin komt ook. Mama gaat gewoon lekker een minuutje koken. Normaal gezien vieren we kerst met heel de familie. Maar dat gaan we dit jaar dus niet doen. Kerstavond en kerstdag ga ik bij Elvin thuis. Ook gewoon met zijn ouders. Zijn mama gaat ook lekker koken. Dus kerstavond en kerstdag zijn we bij Elvin zijn ouders. En de 27e is dat op een zondag. Even kijken. Ja, zondag de 27e gaat mama hier het doen. Waarom gaan we het niet kerstavond doen of kerstdag? Omdat mijn papa moet werken. Hij werkt met 3 verschillende posten. Dus heeft mama voor ons kerst nu verplaatst naar de 27e, zodat papa er ook gewoon bij is. Dus dat is super leuk. Dus 4 en 25 ben ik bij Elvin zijn ouders. En de 27e komt Elvin naar hier. Met nieuwjaar, ja, ik denk ook gewoon thuis. Er is echt niks te doen. We kunnen nergens heen. We kunnen niet op stap, we kunnen niet naar vrienden. We kunnen, ja, niks. En er is ook een avondklok, 12 uur. Dus je kan nergens ook echt heel leuk nieuwjaar vieren. Dus dat zal er ongeveer hetzelfde gaan uitzien als kerst. Maar moesten ze vrijdag drastische maatregelen nog gaan veranderen, dan zul je het allemaal wel zien in de vlogs, want ik vlog tot 1 januari. Dus jullie gaan mijn kerst en mijn nieuwjaar volledig meemaken, nog een vlogmis. Dus dat gaan jullie dan ook vanzelf allemaal zien, hoe dat het gaat zijn. Wat zou je graag krijgen voor kerst? Ik vond het dit jaar super moeilijk om een verlanglijstje op te stellen, omdat ik dit jaar superveel zelf gekocht heb, wat eigenlijk op mijn verlanglijstje stond, zeg maar. Doordat er zoveel lockdowns geweest zijn, of ja, 2. Maar omdat er zoveel momenten geweest zijn dat we eigenlijk niks te doen hadden of dat we niks konden doen, heb ik zoveel online geshopt en alles wat ik zag en alles wat ik wou hebben, heb ik gewoon zelf gekocht. Dus ik vond het heel moeilijk dit jaar. Ik had wel een aantal dingetjes. Ik had nog laarsjes gezien, want ik heel graag wou. Er zijn nog wel wat kleding items wat ik leuk vind. Nog wat verzorgingsproducten, skincare gerelateerde dingen. Een handtasje, wat ik ook nog leuk vond. Heel veel gezelschapsspelletjes. Dat vind ik ook gewoon altijd super leuk om te krijgen. Dus ik had ook wat gezelschapsspellen opstaan. Ook nog wat sieraden. Ja, en dat is het eigenlijk. Maar ik vond het dit jaar wel echt heel moeilijk. Wat wil je nog heel graag doen met Elvin? Sowieso reizen. Ja, we kunnen echt niet wachten tot dat weer gaat mogen. Want we willen allebei zoveel van de wereld zien. Elvin is al 2 keer naar Bali geweest. 1 keer toen we net samen waren. Want toen was ik in Tenerife. En 1 keer toen we nog niet samen waren. En ik wil daar ook heel graag naartoe. Normaal ging ik daar dit jaar naartoe. Maar toen kwam corona. Toen konden we niet gaan. We gingen normaal 3 weken naar Bali. Maar ja, we willen heel graag superveel reizen. En we willen ook alle reizen op vlog zetten. Dus superleuk. We willen al die momenten gewoon vastleggen. Ja, dat vinden we gewoon echt superleuk. Dus dat sowieso. Zo, en dat waren voor nu de Q&A-vragen. Heb je nog vragen? Drop ze in de comments. Stuur me een DM. Via mijn Instagram. Dat mag je via deze Instagram doen. Stuur me een DM'tje. Want er zijn dus nog dagen dat ik lange dagen heb op werk, zeg maar. En dan is het leuk om dan een Q&A in mijn vlog te verwerken. Ik ga bij deze de vlog afsluiten, want ik moet deze nog helemaal bewerken. Ik ga lekker onder de douche springen. Lekker mijn pyjama aandoen. Fijn op de zetel liggen. Ik heb nog een heleboel vlogmissen die je kan kijken. Dus dat is ook super leuk. Ik hoop dat jullie de vlogmissen van vandaag weer leuk vonden. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. Druk op het belletje als je iedere dag een melding wilt krijgen van mijn vlog. En dan zie ik jullie graag morgen weer in mijn volgende vlogmis. Doei!